Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is zaterdag is het voor mij ik zou eigenlijk vandaag nog even wat doen, maar ik had er vandaag geen zin in. Morgen misschien een kans om nog even naar buiten te gaan en misschien nog even een vlogje op te nemen, want dat was eigenlijk wel de bedoeling eigenlijk. Ik heb nog even 3 locaties waar ik naartoe wil. Maar ja, ik heb de laatste tijd niet zo heel erg veel zin meer om te gaan. Dus ik moet even zin maken en dan komt het allemaal wel weer heel erg goed. Waar ik het vandaag even over wil hebben, dat is over 5M. Jullie weten het, 5M, dat is het modificatieprogramma. Daar kan je dus GTA mee spelen. En daar kan je dus GTA Roleplay mee doen. dat was altijd door extern bedrijf, was dat altijd. Of een extern iemand die dat deed. Een extern bedrijf of zo. Die dat altijd deed. Je kon dus alles scoren, gratis scoren, dus editen, alleen t-shirts. Dan moest je weer iets met Patreon, een Patreon account moest je voor aannemen. Dan kon je t-shirtjes kon je veranderen. Dat is dus niet meer zo. 5M is overgenomen door Rockstar. Ja, Rockstar die heb... De eigenaar van GTA 5 is ook heel veel conclaaf geweest vroeger altijd. Dat Rockstar die was er niet zo blij mee dat GTA 5 veranderd werd. Of dat je 5 dat je GTA kon veranderen. Dat er dingen werden gemodificeerd. Auto's werden veranderd. Daar was Rockstar er niet zo blij mee. En nu heb Rockstar dus zelf 5M overgenomen. Is dat een goede keus geweest? Nee, ik ben er echt helemaal totaal niet blij mee dat Rockstar dat gedaan heb. Want Rockstar is nogal een geldbewust bedrijf die overal op wil verdienen. Dus het kan zomaar zijn dat over een tijdje dat dat gewoon een dik duur betaalprogramma is. Waar je flink voor moet betalen. En dan moet je dus een server kopen. En als je die server koopt, dan moet je ook nog eens een keer dik geld betalen voor auto's te veranderen, omgeving te veranderen in het spel. Alles en nog wat. Het zal wel weer dik betaald, een dik betaald programma worden. En ja, dat is dus niet... dat is minder natuurlijk. Dat is minder. 5M was altijd tof altijd. Zonder dat nou weer... het wordt eigenlijk op deze manier wordt het een beetje verziekt. Dat is wel heel erg jammer is dat. Waar ik het ook nog even over wil hebben, dat is natuurlijk de nieuwe GTA 6. Als het goed is, wordt dat eind volgend jaar. Maar... er is nog geen datum beschikbaar. Er is nog geen officiële datum. Is er nog vrijgegeven. Dus het kan ook zo zijn dat het nog 2 jaar duurt. Of 3 jaar duurt. In ieder geval. Iedereen die gaat er een beetje. Hoe noem je dat? Iedereen heeft het er eigenlijk al over. Sorry dat ik even in het donker sta. Maar goed. Iedereen heeft het erover, GTA 6. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Ik ga eventjes de camera even neerleggen. En dan ga ik verder op de computer. Want dan kan ik wat foto's laten zien van GTA 6. En nog wat informatie over GTA 6. Het heeft echt heel erg lang geduurd. Volgens mij was GTA 5 was 2012, volgens mij. Nou, inmiddels is het 2023. En er is nog geen nieuwe GTA geweest. Ze zijn druk mee bezig, dat wel. Ze hebben ook al heel veel screenshots, foto's laten zien van GTA 6. Er is zelfs al een keer een filmpje geweest van GTA 6. Hoe het er een beetje uit komt te zien. We gaan eens eventjes kijken op de computer. Nou, ik ben dus overgestapt op de computer. Nou, hier dus een eerste foto.
Ja, het doet me heel erg denken aan GTA 5. Ja, mappenplaatje is wel iets anders dan normaal. Maar ja, dit doet me echt heel erg veel denken aan GTA 5. Dus ik weet niet of dat dit een echt foto is. Ik heb ook bij een heleboel screenshots. Ja, ik vraag me echt af of dat echt een echte foto is van GTA 6. Maar in ieder geval is hier het eerste plaatje in ieder geval. Ja, een discotheek. En dan naar het volgende plaatje. Dan zal ik even inzoomen. Zo, dat is dus deze. Ja, dat ziet er wel heel erg mooi uit. Ja, het ziet er wel echt heel erg mooi uit. Het volgende plaatje is de Vice City Metro. Ja, is ook wel, ziet er ook wel mooi uit. Ja, Metro vind ik wel iets minder graphics. Vind ik wel jammer. Ik vind de graphics niet echt heel erg mooi. Van deze. Dan hebben we deze nog. Deze ziet er ook wel mooi uit. Hier vind ik de graphics dan wel weer heel erg mooi voor. Politiewagen ervoor. Ja, ziet er wel gaaf uit. En dan heb ik nog deze foto nog. Ja. Of dat echt GTA 6 is. Ja, ik heb er altijd even mijn vraag bij. En dan deze nog. Deze vind ik ook wel een hele aparte foto. Dit. Dus ja, het is eigenlijk. Er wordt eigenlijk beweerd dat. GTA 6 gaat zijn eigen afspelen. Speelt af in Vice City. Nou, we hebben natuurlijk GTA Vice City al een keer gehad. Dus dan zou Vice City zou dan. Geüpgrade zijn naar de technologie en graphics van het heden natuurlijk. Ze hebben ook hadden ze gezegd dat GTA een stuk of 3-4 grote steden krijgt. Vice City, Los Santos, eigenlijk alle San Andreas, alle mappen die in GTA de afgelopen jaren zijn geweest, die zouden in één gebracht worden. Dus dan zou je echt een enorme grote wereld krijgen in GTA 6. Ja, het is de vraag. Ik zou echt niet weten of dat het echt zo is. Ik vraag me dat heel erg af. En als dat zo is, misschien wordt het wel een DLC, een betaalde DLC die je moet betalen. Of misschien is het wel dat je met één map gaat beginnen. Als GTA 6 uitkomt, met één map beginnen. En dan elke keer met een update er weer een nieuwe stad bij komt. We hebben dat natuurlijk ook gezien met dat eiland op GTA 5. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag eigenlijk. Er zijn gewoon echt. Alles is eigenlijk een vraag. Want er is nog helemaal niks bekend geworden. Er werd dus gezegd dat einde van dit jaar GTA 6. Dat daar de datum van bekend zou gemaakt worden door Rockstar. Ik heb trouwens nog opgezocht. Het was niet 2012. Maar 2013 dat GTA 5 uitkwam. Dus ja, het is allemaal nog een beetje. Het is allemaal los zand en allemaal speculaties. Het is gewoon afwachten. We gaan wel kijken of dat we einde van dit jaar, misschien november, december misschien, dat we dan wat meer te horen krijgen over GTA 6. Wat gaat het worden? Wat gaat het zijn? In ieder geval, ja, dit zijn in ieder geval een paar screenshots die ik heb kunnen vinden. Ik vertrouw ook niet echt elke screenshot. Ja, het is en blijft internet. Dus ja, omdat het echt GTA 6 is. Ja, ik heb er altijd heel snel mijn vraagtekens bij. Want ik heb zoiets van, ja, het kan natuurlijk ook gemanipuleerd zijn en van een ander spel zijn. Of een gemanipuleerde foto zijn.
ja, wat ik gezien heb, ja, het ziet er best wel mooi uit. Behalve die van de metro dan. Maar ja, ik weet niet of dat het echt een... ja, de echte screens zijn. Ja, dit is van een leak site is dit. Maar ja, is het echt? Ik zou het echt niet weten. We moeten gewoon dus nog afwachten totdat Rockstar eindelijk eens een keer komt. En dan gaan we zelf al horen wat GTA 6 gaat worden. Dus ja, het is nog even wachten. Kijken. Ja. Het is nog eventjes wachten. Het is nog eventjes de toekomst zal het uitwijzen. Wat gaat er met GTA 6 gebeuren? Momenteel weet niemand het dus nog. Dus het blijft nog een geheimpje. Wel hebben ze dus aangegeven dat Rockstar dit jaar nog zou komen met een, ja, een nieuws item dat ze bekend gaan maken wanneer het komt. En misschien gaan ze dan ook wel ja, wat meer prijs geven. Het zou wel leuk zijn als Rockstar wat meer zegt, maar momenteel dus mondje dicht bij Rockstar en... we blijven voorlopig nog eventjes, ja, op internet blijven ze voorlopig nog wel eventjes ja, aan het spitten van wat is er allemaal, wat gaat er allemaal gebeuren met GTA. Sommigen die hebben al een heel verhaal erover, maar het is nog allemaal niet duidelijk. Laat even in de comments achter wat jij vindt van GTA 6. Wat zouden ze moeten doen in GTA 6, wat zou er veranderd moeten worden? Wat zou jij leuk vinden als ze dat toevoegen in GTA 6? Bij mij is dat eigenlijk... ja, ik zou leuk vinden als de gebouwen bijvoorbeeld ook beschadigd kunnen raken. Net als in het echt. Dus dat als je een bom gooit of een raket gooit in een gebouw aan, dat ook dat gebouw beschadigd wordt. Dat is natuurlijk nog niet zo... ja, laat even een berichtje achter in de comments wat jij ervan vindt. En ja, laat ook eventjes achter wat jij denkt hoe GTA 6 eruit komt te zien. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Abonneer even op mijn kanaal. Het kost gratis. Kost helemaal niks. En als je eventjes, ja, als je eventjes abonneert op mijn kanaal. Of nou, eventjes... Als je gewoon abonneert op mijn kanaal, druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Jongens, groetjes van deze kant en tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.